de publieksprijs. Deze kandidaat krijgt een waardebon aangeboden van Thermen Catara voor een dagje sauna voor twee. Het was veel tijdwerk, al die briefjes. En het is uiteindelijk geworden. Het was zeer nipt, maar met de meeste publiekstemmen kandidaten. Nummer 2, Yuna Mystica. Ja, en wat zeiden ze van hoge schoenen, Luna? Dat zijn geen hoge. Als je er niet op kunt gaan, laat ze thuis. Hè? Daarvoor moet het dan mis zijn. Pas op, hè. Pas op. Niet pas op voor het trappetje. Ja, pas op. Ja. Right. Zijn ze geraakt? Ik ben er geraakt. Ja. Dan. Spannend. Blijf staan. Ja, blijf gewoon staan. Dan de tweede eredame. Dat is precies mijn spel. De mensen zien dat briefje. Tweede eredame, Miss Stardiva. Iemand waar ik persoonlijk enorm naar opkijk. Tweede eredame, Miss Stardiva. Mystique Royale. Mystique Royale krijgt ook het haarverzorgingspakketje aangeboden door Belinda. Oh, zeg wat dat daar, zo chic. Ja. En dan, eerste eredame. Eerste eredame, Miss Tarnica 2015. Is geworden. Even wachten. Spannend! Eerste eredame Miss Tarnica 2015 is geworden. Soraya Lee! Zij krijgt een haarverzorgingspakketje van Belinda. Stardiva 2015. Kandidaten. Nummer 2, Yuna Mystica. Ze krijgt de kroon opgestoken door ons Stefanie. Zie dat ze niet valt. Voilà. Maar meisje, ik zou zeggen, zet jullie alle drie eventjes samen voor een aantal leuke foto's. Voilà. Zo. Ja, dames en heren, jullie stem van het publiek heeft de uiteindelijke doorslag toch wel gegeven in de puntentelling. Dus daaraan zien jullie dat ook jullie stem zeker aan boord.